Welke, ja, zo, ja. Oké, okay, kom maar. En dan noemen ze dan een diepte-interview. Oké, okay. Yes. Kom maar, klein beetje. In depth. Hoe ging het na 48 jaar? Bang. Ja, voor... Nee hoor, het ging wel goed. Nou ja, dat zijn natuurlijk een paar dingen die je niet zo makkelijk kan herinneren natuurlijk, hè, al die tijd. En het rotte geval van Shadow Numbers is dat het zijn allemaal noten. Ja. En als je een verkeerde noot speelt, dan kan iedereen het horen, weet je. Je kan het niet... Zoals in rock and roll, zo ja, dat bedoelde ik. Dat gaat niet door. Zo, we zullen wel zien hoe het gaat. Het zal, ja, ik denk dat het aardig zal aflopen, hoop ik. Kun je nou zeggen dat de Starfighters eigenlijk de basis zijn van de Easy Beats? Ja, hè? Wel, ja. Dat was mijn eerste band en dat was wel. En dat zijn allemaal vrienden. En het zijn hartstikke goede jongens en die zijn altijd goed geweest. So, wat je ziet is wat je krijgt. So, het was eens een keer tijd voordat we van ons stokje afvallen. Dat we eens een keer gingen doen, hè. Er wordt gezegd dat als je niet naar Australië was gegaan, dat dan de Easy Beats de Iering waren geweest. Een hele goede groep. Dat was natuurlijk belangrijk. Dat kan je nooit zeggen natuurlijk, hè? Maar nou ja, ik had een goede muzikale opbrenging met die jongens. Hè? Want als je zo bij elkaar komt, nou ja, dan speel je een beetje wat zo in je hoofd zit, een beetje van alles. En dat is, nou ja, dat was niet speciaal instrumentale nummers. Hè? Dat was ook verschillende liedjes. Hè? Maar in die tijd dacht je dat, nou ja, dat liedjes die kwamen van, die kwamen van space, weet je? Ja, van Mars. Zo, ik kan er niet zeggen wat er gebeurd zou zijn, maar we shall never know now. Dan gaan we naar Australië, richten daar een bandje op, ontmoeten meneer Jan de Schrijvers samen ineens een wereldhit wat... Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, want dat ging zo gauw niet hoor. Ik heb daar de jongens leren kennen in een hostel. In een opvangcentrum. Ja. Die zat helemaal vol met Schotten, Engelsen, van alles. Hè. En wij waren altijd aan het spelen in de waskamer. Klinkt het lekkerst. Ja, ja. En er waren wel een man of 40, zoiets. Te beginnen. En langzaam is dat dan de Easy Beats geworden. En er zijn er maar 5 overgehouden. So, toen hadden we een paar hits. Omdat wij schreven onze eigen muziek tegen. En dat had nog... Nou ja, die mensen dachten nog steeds dat het kwam van... Zo. dat was nieuws. Nou, die eerste is niet zo goed gegaan, maar die tweede die ging uit naar nummer 1. En zo is het gebleven voor 1 jaar of 3. Toen zijn we naar Engeland gegaan, in 1966. Omdat in Australië, er zijn 5 steden. En je kan ze maar zo dik wel spelen voordat ze... Ja. Hier komen ze weer, hè? Zo. Zo, we moesten naar een grotere markt uitkijken. Zo, we waren in Engeland voor een maand of 6. Dat was, het was niet hetzelfde natuurlijk als terug in Australië. Hè. Maar toen kwamen we op met Friday on my mind. En dat ging ook. Zo, maar ja, dat zag ons voor de volgende 5 jaar zag ons wel goed. Dan. En dan wordt het een leven van hotel in, hotel uit. Wat zegt hij? Dan wordt het een leven van hotel in, hotel uit. Ja, ja, ja. Wat is het leven van hotel uit? Van een popster. Wat is het leven ervan? Oh, joh. Ik zit liever thuis. It's not as glamorous als ze het zeggen, hoor. Echt niet waar. Het is gewoon hard werken. Natuurlijk het enige wat je hoort op het nieuws is een of andere gek iets geks doet natuurlijk. Hè? Van, big star, jumps off a bloody roof or something, or throws a car, or, you know, or TV,
oh, televisie sets uit de window, daar hoor je van. Maar ik kan je wel zeggen dat 99,9% van die mensen in de muziekindustrie, dat zijn allemaal huisjongens. Is het nou zo dat je in Australië ook enig idee had gehad dat dat het levenswerk zou worden? Geen timmerman, geen stucadoor of professor, maar muzikus? Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat toen ik en mijn pater teruggingen naar Australië om een zaak te beginnen met onze uitgever, een partnership. Toen kwam het ineens aan me door dat wat ga ik nou voor baan doen? Ja. ik moet dit serieus nemen. Zo dat was werken. En er was geen tijd voor al die gekkigheid, weet je. Nee. En hoe kwam AC/DC erbij? Wel, die zijn de broertjes van mijn partner. Kleine broertjes. En die hadden een eigen band eerst. En toen, het is aan Malcolm en Angus, die zijn, waarom beginnen wij geen band? En natuurlijk, waar gaan die jongens naartoe? Ja, nou ja, die gaan naar die oudere gasten. Zo, de eerste twee albums die we met hem maakten was, We Were The Mentors, right? Ja, ja. De, maar toen wisten ze alles, hè, die gasten. Ja. Zo waren wij toch ook. Heel. Het is goed afgelopen voor hun. Als je nou in Australië over straat loopt, kan je dan gewoon op de Grote Marktstraat geïnterviewd worden? Oh ja, toch wel. Joh, mensen. Het was niet zo als zo in de 60's. Terwijl al de meiden aan het schreeuwen natuurlijk. Hè, en dan moesten ze je haar eruit trekken en zoiets. Hè. Maar dat was alleen maar van de mode. Het gaf niet wie daar stond. Als er maar iemand was, de haak eruit. En overschreven natuurlijk, hè. Nee joh, dat gaat niet meer. Ja, ik heb een hoop mensen die komen nog wel eens naar me toe en zeggen, oh, en ik vind het niet erg. Zo, ze zijn gewoon beleefd, ze willen gewoon gedag zeggen. Hè. Even je hand schudden en dan is het afgelopen. Heel veel plezier straks en geweldig bedankt. Hartelijk bedankt. Hij is producer van onder andere AC/DC. Verder zijn John Paul Young, INXS, David Bowie, Meat Loaf, Rod Stewart, Tom Jones, artiesten die zijn nummers hebben vertolkt. Hij is opgenomen in de Australische Area Hall of Fame. Hall of Fame. Dat zijn er maar een paar, waaronder Kylie Minogue en de Bee Gees. Vanmiddag is hij hier om met de band die 50 jaar geleden heeft opgericht. Ze hebben 48 jaar niet met elkaar gespeeld, maar hij komt weer terugspelen, terug optreden. Dames en heren, na 40 jaar, weer op gitaar, geef hem een geweldig applaus. Mr. Easy Beat himself, op gitaar, Hans van den Berg, beter bekend als Harry Venda. Bosgitaar, Dick Schultz. Drums, Boy Blastowski. Op rhythm gitaar de onovertroffen Will Mullens. En de zanger, laten we niet vergeten, Jos van Vliet. Zijn in 1962 opgericht. En hier zijn ze dan weer. De Starfighters.
naar het dames en heren, de kop is eraf. Ja. Het doet me even denken aan 50 jaar geleden. Rijswijk, pak zijn brandtemoes, oftewel de Starvark, de Teenage Club. Gaat de Linnéestraat niet, hè? En de Linnéestraat. Maar we worden liever niet aan de minuut. Bijna.
staan. We'll just howl again one boy get. There's a love in your eyes. I know it's low and I know that I could be happy with a girl like you. Tell your mom. Nothing else ever.